Duizenden mensen hebben vandaag deelgenomen aan de protestmars van de vakbeweging en de maatschappelijke groepen. Anders dan de afgelopen 3 protestdagen heeft de gemeenschap vandaag massaal gehoor gegeven aan de oproep van de actieleiding. De voornaamste reden van dit protest is nog steeds terugdraaiing van de verhoogde brandstofprijzen en ombuiging van het regeerbeleid. Voordat de mars begon, hebben diverse sprekers het woord gevoerd. Ze hebben allen hun misnoegen geuit over het beleid dat momenteel gevoerd wordt. You en Mickey, wa mama, sang abi, tup chin sang gadoje, nang awang di atekis maf kwechi. Endang, ay go nang a emchin den awengri, of desref onku e gan awengri. Isap sang aboy e taidi mi, mama, als wij een halve kip aten, kunnen we nu een vleugel eten. Dankzij Bouterse van regering. In het bijzonder ook mijn jongeren die op mij hebben gestemd in Kommerwijnen. Waarom hebben jullie op mij gestemd? Omdat ik voor jullie moet vechten. Ik moet voor jullie doodstrijden. Om een betere toekomst voor jullie op te zetten. Daarom nogmaals, komen jullie allemaal meedoen. Vecht voor jou, vecht voor je naaste, vecht voor je broer, je zus, je ouders. Vecht voor alle Surinamers. Elke keer zegt men dat de koers omlaag gebracht wordt. Maar elke keer als men dat zegt, gaat het juist omhoog. En dan praat men over anarchie. Zoek het op in het woordenboek. Anarchisten zijn mensen die geen regering willen. Wij willen beleid, maar een goede beleid. En als deze regering dat niet kan bieden, be honest to your people to say it. God zij met ons Suriname en God zij met ons als Surinamers. Na de toespraken liepen de actievoerders van het kerkplein naar de binnenstad. Veel winkels hebben hun deuren gesloten gehouden gedurende protestloop. Zoals in de vergunning van DC Mike Nerkes stond, mochten de protesterenden niet doorlopen naar het Onafhankelijkheidsplein. Ook mochten ze geen borden met beledigende teksten bij zich hebben. Uit protest tegen deze vergunningsvoorschriften zijn enkele betogers voor een korte tijd aan de waterkant op de weg gaan zitten. De actieleiding zal morgen om 10:00 een kort geding aanhangig maken tegen de staat. Ze willen dat de beknotting die door de DC in de vergunning is opgenomen geschrapt wordt. Daarna zal het actieparool voor de dag bekend worden gemaakt.